bij, maar als je zo jong bent. Dames, succes en fijn dat jullie er zijn. De Ploemse stoelwinnaar Sigrid Jochems, Alfabienne, Lisette Landsman en Marleen de Kroon. Dames en heren, applaus voor Waterland en Dijken. Zes. Ja, bril even af. Dames en heren, applaus voor dit geweldige team. De formatie gaat zich zo ook presenteren op het podium. Internationaal gezelschap met ook zeker dames. Ja, even op het podium, dames en heren. Dames en heren, uw applaus voor de Boretti, dames. Ja, nu zijn ze compleet, nu kunnen de fotografen aan de slag. Dames voor een Boretti, hoe is Matrix formatie kampioen. Uw applaus voor Marianne Vos. Ook zij gaat hier van start, gaat hier tekenen. Gaat proberen van zich te doen laten horen tijdens de wedstrijd. Het Rabo Women Cycling Team verder met Mar Annemieke van Vleuten, Roxanne Kneteman. Dames, kom even naar boven. Ja, ze zijn er klaar voor. Dames en heren, geweldig applaus voor Hightech Products Team. Fanny Martinettes, Ricarda Mazzotta en Jessica Oevelhart. Daar zijn de dames, uw applaus. Dames van Lotto Belisol met Carly Taylor, Kim Schoonbaard, Celine van Severen, Kaat Hannes, Steffi Lodewijk en Ashley Molman. Favorite teams today and they play luchtgitaar. Air guitar. Dames en heren, de Orica Ladies Team. Yes. Live tonight, live on stage on guitar. Binnenkort laten zien. Dames en heren, het team van Argo Shimano. Compleet hier op het podium. Ja, zo je. Dat is het team van Futurum Shop, die melden zich hier. Ali Gerkama, Janine van der Meer, Aurora Verhoeven en Mirte Wagenaar, dames en heren. Cycle Life Plus Zanatta team. You have to go to the jury bus to get a transponder for your bike. So we can registrate you in the race. Dat is mijn beste Engels, dames en heren. Top in Aalburg. So, because I didn't see Adrie Visser on the podium, she is not starting today. No, she said her legs are tomorrow. There's a race in Belgium going. Yeah, it's also a good race. The applause for Kim Schoenbach. One more question. I saw a picture on Twitter yesterday that you had a puncture. You caught the wheel of Adrie and she pushed you on speed again, if that's the right way to say it in English. So she helped you yesterday? Yeah, she was really professional. She saw that I have a puncture on the ice of Osberg. After that time, it's really important that you stay in the front. So the car was a long way behind and Adrie is really professional. She gave me her back wheel. Concurrentie van Armin Sterks onder andere. Concurrentie van Emma Johansen. Thank you.
en aan jullie in de studio de eer om uit te zoeken wie dat is. Het is Deutje tegen in de Rotterdamse Nederland. Om 3 lopen te gaan. En we zien hier twee dames in de achtergrond om 4 seconden. Daar komen we op, Marianne Bob aan de leiding. De volgende van de Hoeveel jurywagen is er? Microfoon pakken dan. Vol in de aanval, alles of niks. Het werd uiteindelijk een prachtige podiumplaats. Uw applaus voor die dappere strijdster, Emma Johansson! She was so close in the hometown of Marianne Vos. En een prachtige derde plaats. Fantastisch. Op de tweede plaats, ze ging mee in de aanval en ze zat overal dichtbij. En ze had nog een vlijmscherpe sprint in de laatste rechte lijn. Fantastisch, uw applaus voor Lisbeth de Vocht. IJzersterke koers in deze toch wel zware omstandigheden door de wind. En dan de winnares waar heel Wijk en Aalburg op hoopt. Maar ze moet het dan toch maar doen, die druk aankunnen. Van het maar moeten winnen. Maar ze deed het dan toch. Ze heeft het weer laten zien met een magnifieke jump in de laatste rechte lijn. Hier uw kampioen uit uw eigen dorp, Marianne Vos. De geweldenaar die hier op het hoogste treetje mag gaan. En dan ga ik aan de officials vragen. Ga uw gang en de bloemen en de bekers mogen komen. Maak ik wat ruimte, kunnen de fotografen vol aan de slag. En kan iedereen hier de felicitaties gaan uitbrengen. Voor dit fantastische drietal die we in een fantastisch mooie wedstrijd hebben gezien. Die kampioenen, die prachtig met dat mooie schild dorp omlopen. Ja, handen tekort Marianne. Maar dat gaat zo lukken. Lisbeth de Vocht en Emma Johansson. Prachtig mooi hoor. We gaan nog eenmaal ovationeel applaudisseren voor deze drie kanjers. Emma Johansson, Lisbeth de Vocht en Marianne Vos. Happy people makes people happy. Ook hier in de wijk in Aalburg. Annemieke van Vleuten. Ik had graag gewonnen, maar het is voor Marianne een thuiswedstrijd. En zij was heel gemotiveerd. En dan zag je het aan de Amy komt er nog even bij. Dat is sterk. Ze reed echt jong en nog iets jonger. Kapot. Er moest hard geregend worden in de jurybus. En dit is de uitkomst. Deze twee kanjers. Die de leiders. Meneer Van Beek, namens de organisatie. Ja, een beetje helpen meneer Van Beek met trui aan doen. Hè. Dat is wel zo netjes, wel zo galant. Ja, ik ben weer terug in de auto. Zijn we nog druk aan het rekenen dat we gaan morgen voor de start in de Belgische Golken. Dat was wel pittig, maar morgen is dat erg pittig. Kijk nog even, meneer Van Beek. Dat zou je wel over. Nu al opeten. Kom al die belletjes in het best gedaan. Dat zijn graag kaas. Ja, maar wel, die kan ik niet lezen, hè? Gewoon heen. Want ik heb Anton. Ik heb gewoon familie. Gefeliciteerd.
Dankjewel. Bedankt hè. Ga mee? Zoals gisteren, jij doet ook mee met die driedaagse zon. Nee, ik heb gisteren niet gereden. Gisteren niet gereden. Dus ik doe morgen wel mee. Ja. Maar ik kom niet morgen, voor in de klas. Morgen wordt ook weer een thuiswedstrijd. Ja, daarom ook. Dus ik wilde me eigenlijk een beetje richten op die twee. En dat was gisteren ook een mooie training gemaakt. En hoe verloopt het seizoen tot nu toe? Ja, heel goed. Het voorjaar is echt fantastisch gelopen. En dan nu zit eigenlijk weer de eerste wegwedstrijd na een break. En wel fijn als het dan meteen goed gaat. Ja. Ik hoorde je net al op de radio, je zat helemaal niet in spanning. Want het nee, in de finale niet meer. Nee. Maar ja, heb je wel in spanning van hoe gaan we het spelen. Maar ja, daar was ik niet eens gespannen over, maar hoe zal het lopen? Ja. Dat spel ging winnen, dat moest gewoon.